Marco van TechTime hier en dit hier is dus de nieuwe Asus TUF Gaming GT502 behuizing. Asus is momenteel flink bezig om een hele TUF Gaming line-up flink te gaan uitbreiden. En dit is dus hun nieuwste telg. Een gloednieuwe kast met een kleine knipoog naar wat momenteel heel populair is op de markt. Hier zit hij al in elkaar, maar natuurlijk ga ik ook even deze PC in elkaar zetten, zodat we snel gaan beginnen. Let's go!
Asus TUF Gaming GT502 is dus een dual chamber behuizing. En het is een wat diepere kast en het zorgt er weer voor dat je bijvoorbeeld je kabels of bijvoorbeeld je voeding of eventueel een extra waterkoelradiator, die kan je dus bijvoorbeeld achter je moederbord gaan plaatsen. Dus heel netjes uit het zicht en dat maakt voor cable management ook net even een stukje makkelijker. En deze kast heeft dan ook aan de voorkant en aan de zijkant tempered glass. Dit houdt dus in dat je zowel via de voorkant naar binnen kan kijken als via de zijkant. Nou, Asus noemt dit ook wel een panoramisch view en ik snap wel waar die gedachte vandaan komt. Want je kan natuurlijk kijken vanaf deze kant of vanaf deze kant en dan zie je alsnog wat er allemaal in je PC zit. Ik had het net trouwens ook al over de waterkoelradiatoren en geloof het of niet, je kan hier maar eens drie keer een 360 mm radiator in kwijt. Dus kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een waterkoeler voor bijvoorbeeld je CPU, misschien ook voor je videokaart, misschien voor een custom loop. Ja, dat zou eten ook hiermee kunnen, want je hebt meer dan genoeg ruimte in deze kast ervoor. En heb je zoiets van, joh, waterkoeler, hartstikke leuk en aardig, ik ben pro-fans. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Je hebt hier maar liefst 13 plekken in deze kast voor een 120 mm fan. Dat zijn er echt heel erg veel. Zorg er ook voor dat je een geschikte fanhub hebt, want ik denk niet dat er op dit moment een moederbord op de markt is met maar liefst 13 van die 4-pin power connectors. En als je deze videokaart nu ook zo ziet, ja, het ziet er wel zwaar geinig uit. Maar wat nou als je die nou rechtopstaand wil hebben? Nou, er zit standaard bij deze kast ook een GPU Vertical Mount Kit. Nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar een Ryzen kabel moet je wel gaan missen. Dus wil je die videokaart alsnog rechtopstaand wil gaan hebben, ja, dan moet je toch op zoek gaan naar zo'n speciaal kitje ervoor. Natuurlijk hoort in een TUF case ook wat TUF producten. En ik denk dat het wel aardig is gelukt. We hebben bijvoorbeeld een B650 Plus moederbord en de TUF Gaming RTX 4080. Maar er blijkt nu zelfs ook zo te zijn dat er ook voeding uit gaat komen. Dit is de TUF Gaming Gold ATX 3.0 voeding. Alleen voor deze beeld was die helaas al vertraagd. Maar een groot voordeel van die voeding is dat die gelijk ook een PCI Express 5.0 stekker heeft. Dus dan heb je geen adapter nodig voor deze videokaart, maar kan je die er gewoon gelijk al direct erin klikken. Nou, de TUF Gaming B650 Plus moederbord is een heel leuk moederbordje voor deze PC beeld. I mean, het is dus een moederbord geschikt voor socket AM5, dus de nieuwe AMD Ryzen 7000 CPU's. Je kan ermee overklokken, DDR5 support is aanwezig en ja, het is toch wel een leuk moederbordje voor de wat gamers, maar dan die niet heel veel extra functie willen gaan hebben. Nou ja, als je meer wil weten over dit moederbord, ik heb dit moederbord eerder onder handen genomen en ik raad je ook zeker aan om die video te checken. Moet je even daar in het hoekje klikken en dan, dan zie je daar de video. Wat trouwens ook een leuke is toch wel deze videokaart. Jazeker, de GeForce RTX 4080. Die ken je ondertussen wel. De RTX 4080 is een beest van een videokaart. Natuurlijk, DLSS 3.0 zit erop voor nog hogere framerates. En ook nog de nieuwe AV1 NVENC encoder. Plus een nieuwe generatie raytracing cores. Dus sowieso voor high-end gaming is een RTX 4080 toch wel een hele leuke. Dit model van Asus heeft dan ook Axial Tech fans. En dit zijn nieuwe fans die zijn ontworpen door Asus. En dit zorgt ervoor dat deze maar liefst 20% extra airflow kan leveren. Dat houdt dus in dat hij dus minder hard hoeft te blazen voor de volledige koelprestaties. Dus de geluidsproductie van deze kaart is sowieso al vele malen lager. Plus, er zit ook een hele leuke backpanel erop van metaal en het is gewoon een mokerstevig kaartje. Nou, ik liet het net al even weten, je kan dus in deze kast maar liefst 13 casefans gaan plaatsen. En ook Asus gaat er komen met speciale casefans in de TUF Gaming Line. Dit is namelijk de TF120ARGB. Deze wordt dus geleverd in een enkele fanverpakking of in een triple fanverpakking. En koop je ook de triple fanverpakking, daar zit er ook een ARGB controllertje erbij. Dit werkt ook gelijk met Asus Aura Sync en matcht ook heel erg leuk voor je eigen PC-beeld. De Asus TUF Gaming GT502. Ja, voor wie is het nou eigenlijk? Nou ja, als je nou echt een TUF Gaming fan bent en je wil gewoon een hele PC eromheen gaan bouwen, ja, dan kan dat natuurlijk. Wel is het zo dat dit ook een duur kastje is. Deze kast heb ik momenteel gespot voor €210. Is dat een nadeel? Nou, ja en nee. Bijvoorbeeld die andere concurrent, die heb ik ondertussen al een paar PC's al meegebouwd. Alleen ik vond het qua installatie daar een stuk lastiger mee. Dit was heel erg makkelijk om mee aan de slag te gaan. En de PC stond eigenlijk al in een uurtje al ready. Dus als dat voor jou nou ook heel belangrijk is, dat je een PC-kast koopt die heel gebruiksvriendelijk is en eigenlijk heel snel te installeren is,
Ik denk dat dit op zich wel een hele leuke optie is. Laat weten in de reacties wat jij zelf hiervan vindt. En vergeet ook vooral die even een like en een subscribe achter te laten. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Thanks voor al je support. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens.